Beyoncé. Al steeds meer jaren lijken mensen steeds meer verdiept te zijn in hun telefoon. Maar de afgelopen maanden lijkt het de pan uit te rijzen. Mensen kijken op hun telefoon, houden hun telefoon omhoog. Mensen van alle leeftijden eigenlijk. Wat is dit precies? Ze zijn op zoek naar de welbekende Pokémon natuurlijk. Maar wat vindt Nijmegen nu echt van dit fenomeen? What the fuck, say? Mevrouw, bent u Pokémon's aan het zoeken? Nee. Nee, niet? Ik zie u zo met de telefoon. Ja, dat wel, maar ik doe er niet aan mee. Nee, wat vindt u van die rage? Ja, ik hou me daar helemaal niet mee bezig, ik hoor er wel heel veel van. Maar ja, volgens mij moet je er niet aan beginnen. Want het is verslavend. Ja. Hallo jongens. Zijn jullie Pokémon aan het vangen? Ja. Hoe gaat dat? Ja, goed. Is dit nou een goede plek om te staan? Ja, wel beter dan waar wij wonen. Waar wonen jullie dan ongeveer? Malden. In Malden. Oh, dus jullie komen dan echt hierheen? Ja. Voor Pokémon? Ja. Wauw. Vandaag was er op het nieuws een buschauffeur toch ontslagen. Omdat hij Pokémon aan het vangen was? Ja. In Nijmegen of wie? Dat weet ik niet. Nee, dat Leiden. In Leiden? Dacht ik. Oh, dacht we gaan ik. Over buschauffeurs gesproken. We gaan een stapje hierheen. Maar u weet dus wel wat de Pokémon rage is? Zeker. Ja. En ook niet een keer aan de verleiding gekomen om een keer... Ik zou niet eens weten hoe ik het moest doen. Waarschijnlijk moet ik iets downloaden of zo. Precies, ja, daar begin ik niet aan. Ja. Nou, je hebt een... Je hebt zeg maar je map voor je, van een soort van Google Maps. Ja. En dan zijn er zeg maar, in sommige straten zijn er dan Pokémons neergezet. En dan moet je daarheen lopen om hem te vangen. Welke Pokémon hebben jullie net gevangen? Pikachu. Pikachu? Ik hoor net de jongen zeggen ik wil een Pikachu. Oh ja, ze zeiden volgens mij dat ze hem al hadden gevangen. Oh, ze hebben hem ook al? Ja. Dus dit is de Pikachu plek? Ja. En hoe zie je dat dan? Hoe weet je dat? Dat zie je gewoon op je kaart. Ja, zie je op je kaart. En kan iedereen dan die Pikachu vangen? Of als je hem één keer hebt gevangen, dan is hij voor de rest weg? Nee, dat niet. Ja, iedereen kan hem wel vangen. Maar voor jezelf is hij weg. Hé, jij bent Pokémon aan het vangen. Ja, dat klopt. Je bent het eerste meisje die ik dit zie spelen. Oh, ben jij nou een van de weinige meiden ook? Of is het toevallig dat ik dat... Ik denk toevallig. Ik denk wel dat er meerdere meisjes dat spelen. En ja, ik vind het gewoon heel erg leuk. Het komt echt uit mijn jeugd. En ja, het is een bezigheid. En ja, het houdt je ook van de straat, laat maar zeggen. Of juist zet het je op de straat. Ja, dat ook. Maar het brengt wel weer aan je dagelijkse beweging. Want hebben jullie vroeger Pokémon ook gespeeld op de Game Boys en dergelijke? Ik niet echt. Niet nee, echt. Gewoon op tv gezien. Want hoe oud zijn jullie? Ik ben 24. En jij bent? 25. Nou, je ziet ook heel veel jongeren. Zijn jullie nou echt de oudere generatie dan die dit speelt? Of valt dat nog heel erg mee? Ik denk dat het heel erg meevalt. Ik denk dat iedereen het speelt. Je ziet ook heel veel jongere kinderen, maar die kennen de Pokémon niet. Maar die vinden het gewoon leuk om naar buiten te gaan en dan te gaan zoeken. Dit is dus de hotspot om te zijn. Ja, klopt. Als je hier om het hoekje gaat, dan heb je 4 Pokéspots bij elkaar zitten. Ja. Dan zet iemand een lure aan. Nou, op alle 4 de spots komen dan een lure. Ah, en dan komen ze vanzelf naar je toe lopen. En dan hoef je eigenlijk alleen maar te blijven zitten. Dus dat is wel weer slecht voor dus je dagelijkse beweging. Je gaat daar gewoon zitten en dan komen ze naar je toe. Ja, klopt. Dus wat maakt voor jou Nijmegen dan een goede stad om dan Pokémon's te vangen? Is dat echt die plek? Of heeft Nijmegen zelf ook iets gedaan als stad van, kijk, ja, het is het Valkhof Museum. En het is best wel veel dingen, laat maar zeggen, waar... ze pokespots op kunnen zetten. En historische momenten, zeg maar. En je zit dicht bij de Waalkade, dus daar heb je ook waterpokémons en zo. Oh, dat is daar ook weer aan gekoppeld dan? Ja, klopt. Hallo meneer. Niet schrikken. Heeft u ze al gezien? Wat heb ik gezien? In het water. Wat heb ik al te zien in het water? De Pokémon! Jazeker, daar ligt die. Welke is er? Welke is het? De linkse. En wat is nou dan een hele bijzondere Pokémon? Weet jij beter antwoord op? Ja, volgens mij is Snorlax wel bijzonder. Ja. Ik hoorde net iemand ook al Snorlax zeggen, inderdaad. Voor mijn gevoel was het altijd die dikke kat die nooit wat deed. Maar blijkbaar is hij sterk. Ja, die schijnt heel sterk te zijn, ja. Wat vindt u nou van de Pokémon Go-rage? Ik vind helemaal niks. Helemaal niks? Nee, maar nou, die jongen ziet en je kijkt niet uit, dan hij ze eronder liggen. Ja, ze letten helemaal niet meer op dus? Nee, helemaal niks. Dan hebben ze nog van die grote dingen op de kop. Dus het leven is gevaarlijk eigenlijk? Ja, maar luister, ieder zijn eigen wil, maar ik vind maar niks. En is er ook nog, er was toch ook zo'n Mewtwo of zo? Mewtwo, kijk. Is die goed? Ja, maar die is nog niet uit. Oh. Er zijn een paar nog niet uit, dus die kun je nog niet vangen. Dus het spel blijft ontwikkelen, er komen steeds meer dingen bij dan? Ja. Zijn die goede water-Pokémon? Nee, niet echt. Normaal gesproken wel of alleen vandaag niet? Of? Ja, het zit vandaag niet echt mee, maar... Wat moet je nou veel lopen dan om iets te vinden vaak? Ja, best wel. Je moet
Ja, nou, het ligt er ook aan. Tegenwoordig heb je op internet kun je gewoon precies zien waar ze zitten. Dus dan kun je er makkelijk naartoe lopen. Dat maakt het wel dan iets minder spannend, toch? Ja, ietsjes wel, maar het is wel gewoon handig. Ja, je moet gewoon door de hele stad rondlopen en dan kom je vanzelf heel veel tegen. En het is ook een mooie stad, of niet? Ja, zeker. Zie je ook nog wat? Zit je niet eten binnen? Dus je bent door het spel weer meer naar buiten gegaan dan? Ja, zeker. Ga je dat ook doen in de winter? Nee. Maar dan is de hype, laat maar zeggen, weg. Maar er komen nog meer uitbreidingen misschien, toch? Er was vandaag toch een update of zo? Ja, dat zien we dan wel. Mijn vraag aan u. Wat vindt u van Pokémon Go? Wie is dat? Dus wat wilt u nou als, meegeven als boodschap dan aan de jongeren die het spelen? Levensgevaarlijk, uitkijken. Precies, opletten jongens. Dank u wel. Nee, zo. Nee, ik geloof u direct. Ja, nee, ik zie ze ook alleen maar zo lopen. Nou, dus toch. Ja, ik speel het, Oh. Ik dacht... Wat vinden jullie van Pokémon Go? Helemaal niks. Helemaal niks. Waarom niet? Het interesseert mij niet. En nu mevrouw? Ja, maar niet helemaal niet. Ook helemaal niet. Hebben jullie misschien kinderen, kleinkinderen die dat spelen? Nee, we hebben geen kinderen. Moeten we nog gaan beginnen? Oh.